Welkom. Welkom op kanaal 43 van Ziggo, het kanaal voor alle programma's van RTV Parkstad. Mijn gast vandaag werkte na zijn opleiding eerst als leraar Nederlands en is nu decaan op het Charlemagne College Eikhagen in Landgraaf. Zijn hobby echter is de muziek. Zo bracht hij al diverse singles en clips uit, ook te zien hier op RTV Parkstad en te horen. En zong hij liedjes van Astrid Nijg en Wim Hogenkamp. Hij stelde theaterprogramma's samen met het repertoire van Ramses Shaffy en Robert Long, maar hij schreef ook de veelgelezen biografie van Ria Valk. Zijn zelfgeschreven teksten verzamelde hij onlangs in boekvorm en daarover en zijn interesse en gedrevenheid voor het betere Nederlandse lied heb ik als gast vandaag Mark Didden. Zo, dag Mark. Goeiedag, hallo. Ik kijk natuurlijk eens af en toe naar het programma, hè? Ik kijk regelmatig op de Dan weet ze dat ik nu vraag, God. Ik geloof in God. En ik geloof net helemaal in het instituut meer van de kerk. Daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Maar ik geloof wel dat er een God is en nog de 10 geboden en zo. Ik vind het nog wel heel prettig iets als leidraad een beetje te hanteren in het leven. Echt waar? Ja, dat vind ik. Ik vind, heb je naaste lief en dat soort principes vind ik net verkeerd te zeggen. Ik zeg niks. Ik vind één ding heel erg fout. Je zult geen ontkennen. Oh nee, dat waren we. Sorry. Radio of televisie? Radio. Gewoon omdat er zit toch het mystiek achter. En ook de muziek en zo gaat. Dan kan ze een wereld creëren die ze op de televisie vaak niet kent. En zeker de televisie anno nu. Als ik zie wat er eigenlijk allemaal uitgezonden werd. En als ik dat zeker aanzet wat in de jaren 60 en 70 gebracht wordt. Dan denk ik van het is wel heel veel van hetzelfde. Ja. Vandaag toch de keuze radio. Het is corona. Ja. Dan wil ik het eigenlijk heel weinig over hebben. Ik wil één ding vragen. De kapper of het restaurant? Het restaurant. Die horen dat groeit waren, dan werd het maar weggeschoren. Dus dan levert toch nog het restaurant. Dat missen dus? Dat mis ik ook wel, ja. Oké. Okay. Te horen dat zie ik zelf niet. Hè. Dat had anger me last van. Mark Didden, jeugdfoto. Waar is ze geboren? Geboren in Heerlen, opgegroeid de eerste jaren in Lauradorp, Landgraaf. Ja. Oh ja, ja, ja. Ja. Maar eigenlijk het grootste gedeelte van mijn jeugd had ik in Abdense Bos. Van 4 tot en met 20, tot ik zelf erop heb ik zelf gewoond, had ik in Abdense Bos gewoond. Mm. En daar had ik ook eigenlijk de eerste dingen met optreden en zo, met gemak naar de basisschool. De eerste keer dat ik ga door op school, dat was bij de kerstmis. Mocht Jozef spelen. Mm-hmm. Dat horen we jaren of 4. Is dat de volgende foto? Dat had niks met kerstmis te maken. Dat is gaat later al weg. En ik ging ook in de buurt. Doe ik heel vaak met radio dingen allemaal, maar doe ik optreden. Ja. En dat wordt vaak met een toiletpapieren rolletje. Ja, zo aan de moeder. Ik kreeg ze op een gegeven moment hele ruwe lippen kreeg ze ervan. Dus ook vaak met de touwspringen en het einde van de touw. En dat doe ik nu. Artiesten die ik dan op de televisie zag. Playbacken, ja. Maar ook al snel hoe dat toch met inleidingjes gaat praten ertussen. En ook wel eens zelf tekstjes proberen te schrijven. Heel kinderlijk nog. Heb ze nu als een André van Duin geknipt en geplekt? Ook geknipt, ja. Knippen met cassettebandjes. Hoor. Ja, stopzetten en de dingen achter elkaar monteren. Van welk jaar is ze, Mark? Nu in de 70. Dat is 41. Nu. Dat is nog jong, hè? Ja. Ja, tenminste. Maar we de vorige week dat af, toen zijn ze op deze bos, Lauradorp. Ik heb hier een hele fijne verzameling metgebracht. Zo vertaal ik even voor Rubben. Maar dan hebben ze ook een cd metgebracht van de ganse kleur. En die is gemaakt door jongens uit Gebroek, ja. Hoensbroek. Wie komt ze dan daar op terecht? Ik ben daar nooit op zichzelf gewoond. Ben ik eerst op de Peters Jongstraat in de hele baan gewoond. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment zo'n 7 jaar geleden van Heerlen Zuid naar Heerlen Noord naar Hoensbroek gegaan. En dat ben ik gewoond vanaf 2014.
En toen kwam op een gegeven moment de Hoensbroekse amateurkunst. Ja, ja, ja. Die hadden het project Luisterliedjes. En ik hoorde ervan. En toen dacht ik van, nou, dat is het waar mijn hart en mijn passie ligt. En ik denk van, daar hoor ik hier aan meedoen. En zodoende ben ik daarmee terechtgekomen. Op die CD terechtgekomen. Ja. Er zitten heel leuke liedjes op, overigens. We moeten er dadelijk nog even over hebben. En natuurlijk niet al die andere geweldige CD's en boekjes en boeken vergeten. Mark, zo ging het weer. Zo ging het weer naar een complete disco-installatie. Ja, dat was ook. Of was dat een studio? Dat was in een studio, dat was gewoon echt op feestjes. Een beetje deshockey, dat was bij een onk van mij, een onk Jan. Ja. En daar was vroeger deshockey geweest. En moderne bril als ze op, man. Door. Ja, dat was echt helemaal niet iets. Ondertussen weet het, maar het gaat goed. Ja. En dat was gewoon, ja, je hebt pleitjes drieën, ja. Maar ook zo nu en dan even dan ertussen een liedje zingen. En ja, ik was gewoon heel erg mee bezig toen al. Mm-hmm. Dat liep me gewoon heel terecht dat zo'n jongen tegen hoe dat onderwijzer geworden is. Hè. Ja, het wordt twee dingen. Of ik zou het in de buurt worden, zo leef ik met een microfoon rond. Of we dogen met kinderen uit de buurt, dogen we onderwijs, schooltje. Nooit gedacht over een radiojournalist of zo? Nou ja, ik weet wel, ik wou wel heel graag die kant doet, ook de theaterschool en dat soort dingen allemaal had ik wel geambieerd. En maar mijn ouders hadden allemaal zo gehad van ja, ga maar eerst een vak studeren. En dat was in mijn geval, wordt dat dan op een gegeven moment de PABO. De droom is er wel geweest, maar achteraf, ik denk dat mijn ouders wel heel goed het karakter van mij koosten. En de mots tegen een stuurtje kennen in die wereld. En de mots ja, ook goed te kunnen presenteren, het allemaal. En het is gewoon een heel zwaar en hard beroep. Ja, ja. En ik vind het dus achteraf gezien, als ik zichzelf ook heb meer en ik heb beter leren kennen, denk van ja, het is wel een goede keuze om eerst de PABO, toen de leraaropleiding Nederlands, wordt dat toch veel meer met taal. Hmm. En dan als hobby. Eigenlijk met theater, muziek, radio, het schrijven en dat soort dingen bezig te gaan. Ja. Maar ja, ik denk dan af en toe, dat is nu 41, dan zou ik denken van potverdorie, mijn hart gaat toch uit naar al die andere dingen. Ja, weet je, ik vind het lesgeven had ik gedaan. Op een gegeven moment is dat gestopt omdat ik... Ja, ja, wat is in de decaan? In de decaan, ja. Eerst wordt het lesgeven en op een gegeven moment wordt het decanaat werk. En de decaan, dat is een loopbaanbegeleider. Ah. Dat is in het derde leerlingen advies geeft over zijn ja, profielkeuze. Welke vakken wil ze kiezen, maar ook welke vervolgstudie wil ze gaan studeren. En wat ik het leuke daaraan vind, ik kreeg dan leerlingen op bezoek. Ja. En daar voer ik gesprekken met, net zoals veel mensen dat doen. En dan geef ze een beetje op zoek naar de drijfveren van de leerlingen. Dus dat is eigenlijk ook een vraaggesprek, een beetje journalistiek eigenlijk. Ja, ja. Van wat zijn die drijfveren, welke kant wil ze uit? En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk, leuke bezigheden mee bezig te zien. Heel interessant ook. Terwijl ik eigenlijk, ik ben HAPABO gedaan, leraaropleiding Nederlands. Maar daar is op een gegeven moment ben ik een beetje... Ja, op weg redelijk goed krank geworden. Ja. Ik ging eigenlijk naar het ziekenhuis voor een neusoperatie, sinusitis. En daar ging eigenlijk alles mis wat mis koos gewoon. En heel extreme bloedingen aan het allemaal. En met tamponskroei allemaal in de bijholtes gestopt. En op een gegeven moment stopte dat wel met bloeden. Maar toen stapte ik na 3 weken uit het bed en toen werd ik heel erg duizelig. En in eerste instantie dacht ik dat het te maken had gewoon met ja, slappende bingen en zo gaat allemaal. Maar toen bleek dat er een herpesvirus mijn evenwichtsorganen had aangetast. En toen kwam eigenlijk datgene met dat lesgeven. Toen werd gezegd van ja, de kennis nog wel een aantal uren lesgeven, maar neem je volledig. En zodoende ben ik eigenlijk bij dat decanaat uitgekomen. Wat dat beveelt dat? Dat beveelt eigenlijk heel erg goed. Eigenlijk is dat niet... Omdat je speelt een beetje toneel. Je speelt een beetje toneel, dat ook. En de kinderen gaat voorgesprekken. Ik geef ze nu en dan nog les, maar daarmee volledig. Ja, ja. En juist die afwisseling met en het lesgeven en die gesprekken. En dan even de hobby die er is. Vind ik het heel interessant. Hier was je nog jong, hè? Hier spelen ze toneel. Groep 8, heel wat de eindmusical op de basisschool. Ja.
En dat wordt dus echt een musical met zingen en met... En dan mocht ik, omdat ik toch al in het verleden ook al op die maand als sluiter hou ik van alles al gedoor. Zag ze dus van ja, toen ik zag van ik wou wel de hoofdrol, zag ze dus, ja, is ik wel toevertrouwd. En dat ging ook voor een platenmaatschappij. Kan ik me nog een beetje herinneren van de soort Telster-achtige studio, waar dat, met dat decor wat ze door een beetje ziet. En dan wordt een zangeres, Zachte Zara, en die zong levensliederen en daar word ik daar helemaal idolaat van. Nou, eigenlijk wel een rol heel erg op het leven geschreven. Mike de Hupsleep, wat verdorie, je hebt leuke dingen metgenomen. Dan zit je het cd'tjes bij van zichzelf. Ja. Dit is Heile, dat is ontzettend vaak en vuil gedreend op RTV Parkstad en te zien geweest. Ik heb dich ook de laatste maanden een beetje gevolgd op... Even kijken, op Facebook, waarin ze dan die 10 beste, leukste, meest indrukwekkende LP's, hoe ze kinds neerzetten. Het is zo'n rage in deze coronatijd. Ja. Ik moet eerlijk vertellen, ik zou niet weten welke ik zou moeten hebben. Maar hier zullen er wel een paar bij staan, denk ik. Rita Hovink. Ja. Gestorven. Gestorven, ja. 79, eigenlijk mijn geboortejaar. Astrid Nijg, ex-vrouw van Lennart Nijg. De tekstschrijver van onder andere Boudewijn de Groot. Een vrouw met in mijn ogen 2 prachtige nummers. De Nacht en... Ik Doe Wat Ik Doe. Ik Doe Wat Ik Doe. Ja. Ria Valk. Ja. Daar heb ze zelfs een boek over geschreven. Ja. Ja, heel lekker. Mark Ditte, een boek over Ria Valk. Als ze die zangeressen bekijkt. Ja. Dan is dit toch een ander uiterste? Of het is een ander uiterste, ander genre. Of is die mevrouw... Is dat maar toevallig, borstjes op mijn borstjes? Nou kijk, de vrouw is in de jaren 60 begonnen met Rocking Belly en het allemaal. Ja, maar had ook in die tijd heel veel televisieshows. Dat is eigenlijk helemaal vergeten. En ook als, ik had nu gelukkig een cd ook mogen samenstellen naar dat boek, bij Universal. Ja. En, is dat dingen die dan bij Het duurt er eigenlijk nooit, dus de jaren nooit is dat uitgekomen, maar dat had ik ook geprobeerd. Want het is een beetje het vertekend beeld van Ria Valk, dat de vrouw ook heel veel luisterliedjes had gezongen. Ja. Die komen daar wel vaak op de B-kant van een plaat terecht. Dus het is breder eigenlijk dan Borstjes op mijn Borstjes. Ze had ook een theatershow gemaakt, ze had met de eerste revue met André van Duin. Ze had met haar dochter bloot in de Playboy gestangen. Dat ook, dat werd ook bij de gedder. Steekt dat toevallig hier in dit boek? Of, daar zit een steedochter in, joh. Dus het is toch wel een brede zangeres en ook een beetje, want ik was in de jaren 80 heel erg fan van Zeg eens A en daar speelden ze toen in. En toen is een beetje de kiem met Ria Valk gekomen en jaren later, ook met het cd samenstellen, ben ik met haar in contact gekomen en uiteindelijk had het geresulteerd in... Dus de hubs, natuurlijk, want de hubs een biografie geschreven van die vrouw. Ja. Dus de hubs ertoe gezeten. Ja, en ook wel heel veel via de telefoon en WhatsApp. Dat is een koffie. En ook gewoon ook heel erg in archieven gedoken van wat is er over geschreven, maar ook bij beeld en geluid. Opnames opgediept, dus eigenlijk met in de volledigheid had ik er proberen neer te zetten. Hoe ze actief is. Mm-hmm. Ik heb in de intro verteld dat ze ook programma's gemaakt hebt met Ramses Shaffi en met Robert Long. Ja. Voor Robert Long. 2 helaas overleden, te vroeg overleden Nederlandse artiesten. Ja. En de Hubs doen dus. Gezorgd voor dat in het theater een programma komt. Ja. Nou, ik had de samenstellingen gedaan samen met Frank Jochems. Dat is een muziekjournalist, een goede vriend van mij. En gewoon voor meestal duiken we in het hele repertoire van die lu. En we doen dus echt alles wat er is, elke splinter, van cassettebandjes tot opnames die net eens op de markt zijn gekomen, proberen we omhoog te horen. Ja. En dan proberen we daar een programma rondom samen te stellen. En dan is het echt, dat is ook het handige als het met z'n tweeën deed. Dan kan ze een beetje sparren van, is dat een goed nummer of welk nummer kunnen we doorplaatsen. Daar kunt er vaak een tekstschrijver erbij, bij Robert Long, Ivo de Wijs. En uiteindelijk Eddie Habema, die had het geregisseerd. En dat andere programma, Ramses Leeft, dat wordt afgelopen jaar. En dat wordt, is een première in het Concertgebouw in Amsterdam gegaan met het Metropoolorkest. En de hand Jean-Guy McCroy, die eigenlijk aan het Songfestival met zou doen.
En Jannie Arian en Maarten Heijmans hadden door het repertoire van gezongen. Maar dan zitten we dus echt te schuiven van, ja, dat is een geschikt programmeren voor hem. Dat, daar zetten we tussentekstje tussen en ja, zo zetten we het kaartenhuis dan in elkaar. Maar ik verwaar die obsessie voor het Nederlandstalige lied. Ik zat er heel erg aan te denken van hoe kunt dat? Ik had het net zo heel erg van Heemoed metgekregen. Mijn ouders die luisterden heel erg naar Duitse muziek en Engelstalig en ook Limburgstalig. En op een gegeven moment ben ik dat Nederlandstalige ingerold. En, studie. Studie ook. En ja, ik ving, en dat is hetzelfde eigenlijk ook met Limburgs, dat is toch de eerste en tweede taal. En die kent ze het beste, daar kent ze eigenlijk alle nuances. Kent ze door, hè? En dat is, ja, dan begreep ze, hoe goed dat ze ook Engels spreekt, of Frans, of weet ik welke taal. Dus begreep ze eigenlijk alles wat gezag werd. Ja. En dat vind ik dus het mooie aan het zingen in de moerstaal. Doe ze eens van, als ik een hele leuke melodie huur met een Roemeense tekst, dan kan ik het niet zo waarderen als een hele mooie melodie met een Nederlands tekst. Omdat ik dat verstaan. Ik ken hier ook heel erg mooi zien, dus het is net het een of het ander. Maar ik merk gewoon dat het diepskund bij mij gaat binnen, als ik het toch kan begrijpen. Schreef ze zelfs in het Nederlands en in het... Ik ga nu in verzameld in de boek, had ik eigenlijk de laatste dag in 2020 dat ik 40 word, ja. Nu januari, had ik een boek uitgegeven, 40 teksten, en dan had ik 5 Limburgstaligen ingestopt. En 35 Nederlandstalige. Dus de verhouding is gaat meer Nederlands dan Limburgs. Ik vind het ook gewoon heel erg lastig om Limburgs te schrijven, zeker als ze een op moest geschreven en lezen. Ja, want er zijn nog verschillende dialecten. Dat, ja. Schiethoezer. Ja. Ja, dat is. Schiethoezer. Ja, dat is een liedje over het minderwaardigheidscomplex van de Limburgers. Dat werd er een beetje in geuit. Hmm. Werd dat vormgegeven trouwens? En ik ken ook tegen een beetje via de muziek leren kennen, Roy Spraakman. En ik hou echt zo uit van, ik hoef net mijn kop, althans qua foto, maar ik werd de fotograaf, maar ik werd door de kapper en dat allemaal. Ik denk, Lotter is een soort cartoonachtig iets van maken. Ja. En nou ja, dat gedoe. Volgens mij zien ze zichzelf zo wel een beetje. Schriever, grote pen. Ja. Limburgs landschap. Limburgs landschap. Toch het kerkschap, de achtergrond. Achtergrond, de kerk. Ja, die zit er ook bij, duurt er ook bij. Ik wil een tekstje doen, is dat goed? Ja. Ik hield van. Zou ik die vier dragen? Dit is de korte tekst die erin zit. Alsjeblieft. Want meestal ben ik heel erg breedsprakig, maar ik denk ik doe een kort tekstje. Ik hield van drukte en rumoer en van ergens tegenin te gaan. Van groots en mislepend leven en nieuwe wegen in te slaan. Ik hield van brani en bravoer en goed gebekt en geestig zijn. De zorgen die zijn voor morgen en ik lachte om mijn eigen pijn. Ik hield van statig en van stoer, maar dat is niet hoe ik werkelijk ben. En kijk ik eerlijk naar mezelf, dan blijkt dat ik me inderdaad helemaal zo goed niet ken. Ik hield van... Puntje, puntje, puntje. Ja. Mark, wat is de toekomst? Allereerst gezond blijven. Dat ja, vind ik wel het belangrijke in deze tijd. Heb je corona invloed op die level? Nou, ik merk wel dat ik meer heen zit. En afstand bewaar en ook minder contact. Het contact geeft veel meer via de telefoon. Ik bel veel. Ja, ja. En ik gooi ook wel erop boet en zo, maar net overmatig. Als ik dus ik heb wandelen of zo. Dus het had wel een project op mijn leven. En ook de merkste best met gewoon waar met projectjes bezig en het ding een beetje allemaal in. Dus de kind of een nieuwe CD moet komen. Daar ben een ik mee bezig. Boek moet komen. Biografie. Ik wil eigenlijk met het theaterprogramma achter iets bezig, maar dat de wens doet. Nou, we zijn wel met het Metropool en proberen om het iets. Het Metropoolorkest. Als in Oud-Limburg toch zegt dat ik het met de Metropool, dat is toch is de beste orkest van de wereld. Ja, maar ik stel het er samen. Ik ga niet op podiums door. Maar dat gooi ik wel misschien wel met anderen, met eigen materiaal of zo. Dus ik blijf wel bezig. En,
Het is wel een beetje in de tijd voor contemplatie, hè? Ja, ja. Dit corona. Pas op de plaats, ja. En of nadenken van welke kant willen we uit. Dus merk ze dat dan ook als ze zo s'avonds zit aan die teksten wat ze schrijft? Ik merk dat ik eigenlijk in deze coronatijd heel weinig tot schrijven eigenlijk kom. Ik ben vooral, ja, die oude platen ben ik een beetje aan het avondstoffen en drieënen. En met dat soort dingen ben ik bezig. Allemaal Nederlandstalig. Veel. Maar ik vond het hartstikke fijn dat ze hier was. Dat ze schat ging het kost vertellen over dat vrij uitgebreid leven wat ze hups op muzikaal, theatraal en werken wat ze deed. Mocht ze ooit nog een keer een boek uitbrengen, nodig ik die weer uit. Dank je wel. Hoe bedankt. Adieu. Oh ja.